beste classics, grootste hits en nieuws uit de achtertuin. We can't go back to the way that we used to. Dit is DNO. DNO. Welkom bij Het Oor. Het programma met een luisterend oor voor de samenleving. Nou, maar wie wilt u als eerste hier een reactie op? De zaak politiek, kunst en muziek. Hoewel ik niet vind dat het een achteruitgang is dat je gewoon tijd en energie aan elkaar besteedt als vrouwen in zaken. Het Oor luistert anders en is actueel interessant. Maar ik denk dat het ook een droom is die op lange termijn pas uitkomt. Dit is Het Oor met Delia Bremer. Luisteraars, welkom in het corona-oor. Vanavond in de komende twee uur een uitzending omtrent coronagedichten. Er zijn veel initiatieven ontstaan op social media. Zo ook worden dichters dus benaderd om te schrijven over deze tijd. Tijdens deze uitzending draag ik gedichten voor van verschillende dichters en praat ik met de dichters. De muziek die ik uitgekozen heb is allemaal van de Nederlandse bodem en in het dialect. In het eerste uur horen wij de gedichten van Rick van Boekel, Hilde Kersies, Esther Kuiper, Henk Dillerop en Chris van Hassel en Dick Schuetler. Mocht je een gedicht over deze periode hebben geschreven, dan mag je die mailen naar info@dnomedia.nl. Ik draag het gedicht voor van Hilde Kersies. Het heet Blos. Na weken van afstand zien we elkaar onverwacht. Ik koester je gezicht als je blij naar me lacht. We wisselen ervaringen uit over deze intense tijd. Natuurlijk op afstand, braaf anderhalve meter wijd. Over hoe pittig het is, maar noodzakelijk niettemin. Het volgen van de regels heeft overduidelijk zin. Dat er mensen zijn die nergens op letten, klakkeloos andermans leven op het spel zetten. Gedurende het gesprek trekken we naar elkaar toe. Als slepende kinderen vergeten we het waarom en het hoe. Anderhalf wordt een meter, onze stemmen worden zacht, tot we in haar ogen zien hoe ze ons veracht. Ze fietst ons voorbij, haar gezicht spreekt boekdelen. Er zijn altijd enkelen die het verpesten voor velen. Hilde Kersies Boy uit Hogeveen. En we gaan luisteren naar Frank Boeien. De taal van de tijd. Wie luistert tussen de regels mee? Zonder twijfel. Wat is een man zonder angst? Wie verkoopt zijn ziel aan de duivel? En wie weet nergens van? Wie spreekt de taal van de tijd? Wie draagt er water naar de zee? Wie spreekt de taal? Wie leest er tussen de regels mee? Wat er precies mis was.
smeekt de taal van de tijd. Draag water naar de zee, smeekt de taal van de tijd. Lees tussen de regels mee. Heeft het leven ons dan niets geleerd? Spreekt de taal van de tijd. Draag water naar de zee. Spreekt de taal van de tijd. Lees tussen de regels mee. Spreekt de taal van de tijd. Van de tijd van Frank Boeien. Tijdens deze speciale corona-gedichtenuitzending van het Oor praat ik met verschillende dichters. En ik praat ook met Rick van Boekel uit Leiden. Goedenavond, Rick. Hallo Delia, goedenavond. Goedenavond. Jij bent ook druk aan het schrijven over deze periode waarin we nu zitten. Ja, ik heb al heel wat corona-gedichten geschreven. Ik heb zelfs al een virusrap geschreven, want ik rap natuurlijk ook. Ja, met muziek ben je ook altijd bezig. Dus je hebt al een mooie rap geschreven. Ja. Ja, geweldig. Mag ik jou uitnodigen om een gedicht voor te dragen? Ja, oké. Okay. Ja, dit heet Lange, Langzame Lente. Dat gaat eigenlijk over het feit, ja... Omdat ze nu allemaal binnen zitten en zo weinig mogelijk kunnen doen, duurt de lente altijd wat langer. En het gedicht gaat als volgt. De dagen zullen langzaam gaan in het oeverloos corona bestaan. De lente zal veel langer duren, de zon voorbij een wolk gluren. De mens zal niet als tulpen bloeien, het virus hopelijk minder groeien. Alleen stilte een goed medicijn. Woorden rollen uit de diepte van zijn. Mens, breng uw zinnen op afstand van het virale venijn, zonder hamster te zijn. Oog in oog met de viroloog, bent u positief of negatief?
het virus een immuniteitsdief. In alleen stilte vinden wij de toon die besmetting ontsmet. Ja, geweldig. Stilte als een goed medicijn. Ja. Ja. Dankjewel, Rick. Ja, graag gedaan. En ik wens je gezondheid toe. Ik jou ook. Ja. Blijf binnen, 1,5 meter. En als je naar buiten moet. En wij hopen elkaar weer te zien. Ja, zeker. Ja, ergens in de toekomst. Ergens, zeker. Rick, dankjewel. Ja. Rick van Boekel. Ja. Rick van Boekel uit Meleiden was dat. We gaan luisteren naar Lieselore Gerritsen. Je maakt me zo mooi. Je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn ogen de mooiste van alle ogen zijn. Want mijn ogen zijn geen gewone ogen. Mijn ogen zijn de mooiste ogen. Mijn ogen zijn de enige ogen. De enige in jouw ogen. Je maakt me zo mooi dat ik denk dat mijn mond de mooiste van alle monden is. Want mijn mond is geen gewone mond. Mijn mond is de mooiste mond. Mijn mond is de enige mond. De enige mond voor jouw mond. Op hoge golven van zelfvertrouwen. Op hoge poten van trots. Op de gulle laag van de zekerheid. Geloof zo vast als een rots. Laat ik me drijven zonder angst. Meet ik me vleugels aan. Die ik dan op een teken van jou als een vogel uit kan slaan. Je maakt me zo vrij dat ik denk dat mijn leven het vrijste van alle levens is. Want mijn leven is niet zomaar een leven. Mijn leven is het vrijste leven. Mijn leven is het enige leven. Want mijn leven is jouw leven. En je hebt me zo lief dat ik denk dat mijn dood het nooit van je zal kunnen winnen. Je hebt me zo lief dat ik denk dat mijn dood het nooit van je zal kunnen winnen. Want mijn dood is geen gewone dood. Mijn dood is de enige dood. Is teruggaan naar mijn moeders schoot. Om dan weer met jou te beginnen. Op hoge golven van zelfvertrouwen. Op hoge poten van trots. Op de gulle laag van de zekerheid. Geloof zo vast als een rots. Ben ik voor niets meer werkelijk bang. Heb ik altijd een hart te vergeven. Zing ik de liefde een leven lang. Zal ik iedereen overleven? Zal ik iedereen overleven? Zal ik iedereen overleven? Ondernemend en betrokken. Dit is Het Oor met Delia Bremer. Stad, je redenen te leven. Zo opeens de hel op aarde, alles lijkt voor niks. Want net dat wat voor altijd leek,
is helemaal aan fladden. De grond zakt je weg onder de voeten. En dan, ja, wat moet je dan toch? Scheiden en weer te gaan. Maar begrippen wel als niet, want waarom is dat zo? Geen pijl kun je erop trekken. Ongeluk, maar ook geluk. Uiteindelijk is alles tijdelijk. Zelfs de zon en de maan die niet altijd bestaan. Wat bestaat zal ook vergaan. Zelfs de zon en de maan. Zelfs de zon en de maan hebben ooit een ontdekt dan. Alles hebben tijd van gaan. Zelfs de zon en de maan. Over een jaar of 5 miljard zal de zon zwelgen. En zwelgt hij de aarde op en dan dus ook de manen. Van ieder grote vuurbal blijft er dan niet veel meer over. Zo denken ze dat het ooit zal gaan. Kunnen wij niks van met, tenminste mij niet hopen. De hel op aarde kreeg dan dus eerden zijn in het echt. En als ik zo aan denken ga, als het niet zo goed ging even, kreeg gek genoeg al eens weer zin in leven. Zelfs de zon en de maan leven niet altijd bestaan. Wat besteed zal ooit vergaan. Zelfs de zon en de maan. Zelfs de zon en de maan hebben ooit weer op die zon. Alles hebben tijd van gaan. Zelfs de zon en de maan. Zelfs de zon en de maan. Niks besteed voor altijd. Niks is voor altijd, zelfs niet de zon en de maan, zoals Daniel Loewe zegt. Tijdens deze speciale coronagedichtenuitzending van het Oor luisteren we naar dichters die over deze lockdownperiode schrijven. Esther Kuiper uit Hengelo stuurde ons haar gedicht in dit geluidsfragment. Een nieuwe wereld. Wanneer het zonlicht weer gaat schijnen en de luchten blauwer zijn. Wanneer de schaduwen verdwijnen en het licht verzacht de ergste pijn. Later, nu eens nu kon zijn. Hoor dan hoe de vogels fluiten, hoe de lente zich ontvouwt. De wereld laat zijn schoonheid blijken, door de liefde voor elkaar. Niet alleen de helden in de zorg, maar ook het simpelste gebaar. In een tijd die ons verwart, de crisis die de hele wereld tart. Maar laten we nu niet vergeten wat het ons al heeft gegeven. Met dezelfde ogen anders kijken naar het leven. In een tijd waarin men wordt gedacht, je steeds meer van jezelf verwacht, waar de afstand tussen mensen in dezelfde ruimte voelbaar was. Wanneer dat wegvalt, zie je pas dat wat echt van waarde is, wat de bron is van gemis. Laten we elkaars harten raken. Een nieuwe wereld zal ontwaken. Samen gaan we bruggen bouwen, niet uit angst, maar uit vertrouwen. Laat de liefde van de wereld binnen. Laat de liefde overwinnen. Verlaat de wereld van de schone schijn. Laten we met z'n allen zorgen dat dit niet voor niets zal zijn. Kijk, daar gaat hij. Op zijn veel te grote fiets.
Net de zijwieltjes eraf geschroefd. Nu is er even niks wat hem nog tegenhoudt. Om door te gaan, de tijd blijft nooit meer stille staan. Je bent voor altijd onderweg en kijk, daar gaat hij. Met zijn meisje door de stad zegt hij dat hij van haar houdt. En dat had zij nog niet verwacht. En kijk, daar gaat hij. Nu voor even weer alleen. Niet weten dat er om de hoek een blauw paar ogen naar hem keek. En ik heb gisteren leren zwemmen in de sloot. En vandaag doe ik belasting, overmorgen ben ik dood. En in dit avondrood haalt de tijd ons steeds weer in nood. Ons elke keer weer in. Kijk, daar gaat hij. Pas getrouwd, dol van geluk. Het is de derde keer misschien, maar in dit leven blijft het afzien. Kijk, daar gaat hij. Deze keer echt voor altijd. Ik hou zo eindeloos heel veel van jou. Hou jij dat ook van mij? En ik heb gisteren leren zwemmen in de sloot. Vandaag doe ik belasting, overmorgen ben ik dood. En in dit avondrood houdt de tijd ons steeds weer in. Hij kijkt nog een keer achterom naar hoe die lang geleden ooit is op zijn grote fiets begon. En kijk, daar gaat hij met zijn ogen rustig dicht. Precies zoals je dat zou willen bij de laatste zin van een gedicht. En hij heeft gisteren leren zwemmen in de sloot. Vandaag nog zijn belasting, een paar uur later was hij dood. En in dit avondrood haalt de tijd ons steeds weer in nood.
versnelling, maar hij is nog lang niet thuis. Geef om in hart, neem mij met. Zo ver van hier, kom we goed op zoek naar een avontuur. Geef mij uw hart, ik neem. Met het nummer Thuis in het mooie Drees. En daarvoor hoorden we Hans van der Werf met zijn nieuwe single Kijk, daar gaat hij. Er is trouwens ook een hele leuke clip die daarbij hoort. Kun je lekker kijken in, op YouTube. Tijdens deze speciale coronagedichtuitzending van het oor praat ik met verschillende dichters. En ik praat ook met Chris van Hassel uit Zundert. Goedenavond, Chris. Goedenavond, hoi. Dank je wel voor jouw inzending van vele gedichten.
over deze periode. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ja, we ondergaan het, hè. Ja. We moeten wel. Ja. Moet jij ook nog gewoon naar je werk? Nee. Ik kan thuis blijven en thuis mijn ding doen. Ja. Dus. En dan heb je ook tijd voor poëzie schrijven. Dat klopt, ja, heel veel. Mag ik jou uitnodigen om jouw gedicht voor te dragen? Ik heb er hier een heleboel liggen die jij hebt gestuurd. Welke ga je voordragen? Ik kan pauze doen, dat is een korte. Dat is een korte. Ik vind die van God ook heel mooi. Die is nog korter. Maar, die is nog korter, ja. Maar je mag ze ook alle twee achter elkaar. Die heb ik hier niet voor me liggen, dus dan moet ik heel even... Die pak ik er nu bij. Ja. Lukt dat? Ja, heb eens. Oh, wacht. Hij is weer weg. Ja, die heb ik hier. Zal ik die eerst doen? God, ja. En daarna doe ik pauze. Ja, okay. Dat is helemaal goed. Komt ie, hoor. De titel is dus God. En dan toch bestaat hij, God. Hij is arts op de spoed en de IC. Hij beslist beademing of kist. En dan de tweede, pauze heet die. En die gaat als volgt. De paniek voorbij, de angst gewoon. Vol de koelkast, leeg de dagen. Klein wereldje, groot verlangen. Verstilde buiten, makkelijk hemelblauw. Alle dag heeft een break genomen. Even, vraagteken. Dat waren ze. Ja, geweldig, Chris. Ga je er ook nog wat mee doen? Ja, oké. Met deze. Nou ja, ze zijn ook ingestuurd naar een uitgever. Ja. Maar ik heb er ondertussen alweer meegeschreven. Maar een van de titels van de gedichten is Coronoia. Iemand die paranoia is geworden van corona. Mm-hmm. En ik ben inmiddels aan een boek begonnen daarover. Dus wie weet. Ja. Ja, dat is, het beginnetje van meer wat nog gaat volgen. Ja, dat is gaat over een vrouw die helemaal gek wordt van de dreiging van het virus. Ja. En zich daardoor overmatig gaat beschermen en allerlei gekke dingen gaat doen. Nou, ja. Daar kan je je fantasie in... Helemaal in kwijt, klopt, ja. Ja, groot gelijk. Ja. Wat de tijd al niet met ons doet en wat het toch ook nog brengt, hè? Dat is wel... Zo is het. We moeten het wat van maken. Chris van der Hassel, uitzender, dankjewel voor je deelneming aan de uitzending. Dankjewel ook om in uw programma te mogen komen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. We gaan luisteren. Goedenavond. Dank je. We gaan luisteren naar Iris Bending met haar nieuwe nummer Zoek. Als ik afdwaal, in gedachten verdwijn.
even of wij nooit weggedreven zijn. Geen dagen meer voorbij zonder jou en mij. Maar als ik kijk, zie ik het weer. Is er nog toekomst of nu alleen verleden tijd? Of er al over bent, of ik je nog herken, of jij dezelfde wens als ik heb, of geen mens meer mist hem. En betrokken. Dit is Het Oor met Delia Bremer. Ik heb de dawn en begon kilometers afgezet. Ik heb iedere smaak geproefd. Ik heb er zeven en een vult. Ik heb de dawn en begon. Ben aan de andere kant de weg. Moet ik al en tijden wetten, voordat ik wegkom, voordat ik wegkom door dit best. Weer kom weer naar huis, wat hard is door is dus, wat alles van mij werd en ook nooit meer vergeet. Weer kom weer naar huis, wat hard is door is dus, wat het allerliefste punt. Ik heb de halve wereld gezien, kon niet wieter weg van hier. Aan de onderkant van Erfekort, zonder pannenkoek en bier. En dan mis je echt een tjus, ook al gooi je er niet aan dood. Het komt erin, dan kijk je droet. Dat zit mee in het bloed. Weer kom weer naar huis. Wat hard is door is dus. Wat alles van mij werd en ook nooit meer vergeet. Weer kom weer naar huis. Wat hard is door is dus. Wat het allerliefste punt. Na een vooruit met de kregen kunt. Was er alles van mij weg en ook nooit meer vergeet. Weer kom weer naar huis, wat hard is door is thuis. Ooit allerliefste punt, niet beter kregen kunt. Weer kom weer naar huis, wat hard is door is thuis. Was er alles van mij weg en ook nooit meer vergeet. Weer kom weer. Ooit allerliefste punt, na een vooruit beter kriegen kunt. Na een vooruit beter kriegen kunt.
Peter Groot Kormelink, Weerkom, was dit nummer. Tijdens deze speciale corona-gedichtenuitzending van de Toor praat ik met verschillende dichters. En ik praat met Henk Dillerop uit Leeuwarden. Goedenavond, Henk. Dag Delia, goedenavond. Goedenavond. Ik weet dat jij ook een galerie hebt in Leeuwarden. Ja, dat klopt inderdaad hoor. Galerie Westerkade, ja. Het centrum van de stad. Ja, en ben je gesloten? Ja, wij zijn gesloten. Nou, wij zouden eigenlijk komend weekend voor het eerst open gaan. Maar we hebben besloten om dat niet te gaan doen. Mm-hmm. Omdat het altijd heel erg druk is en omdat het een relatief kleine ruimte is, gaan we dat uiteraard niet doen. Nee, nee, dat stellen jullie dan even uit. Ja. Welke kunstenaars zouden exposeren? Nou, twee exposities tegelijk eigenlijk. Een paar Friese topkunstenaars, onder andere Hendrik Helings en Reinder Oudensma. En daarnaast ongeveer 100 andere kunstenaars die dan allemaal werk maken op kleinwerk. 20x20 dit jaar, ja. Onder de titel Kunstenaar laat je vrijheid zien. Oh ja, ja. En al dat zijn allemaal onder die noemen van vrijheid en de viering. Ja. Al dat is ook op een hele andere manier moeten we dat nu gaan vieren. Ja. Maar ik hoop toch echt dat we in het derde deel of vierde deel van dit jaar daar toch nog een beetje meer vorm aan kunnen geven. En dat we dat uitbundig zullen gaan doen. Ja. En dan niet alleen maar 75 jaar vrijheid, maar ook de nieuwe vrijheid. Ja, wou ik zeggen. We proberen op een manier de vrijheid te vieren terwijl we gebonden zijn. Ja. Henk, jij hebt ook geschreven een gedicht over deze periode. Mm-hmm. Wat doet het eigenlijk met jou? Nou ja, het is heel wel bijzonder en onwerkelijk. Dat is het ook vooral als je al die berichten hoort. En nou zeg ik er direct bij dat in onze naaste omgeving wij het nog niet zo heel erg merken. Natuurlijk relatief weinig coronapatiënten in Noord-Nederland. Ja. Maar ook niet in de directe familie. Maar natuurlijk merk je het in je dagelijkse leven. Hè. Normaal treed ik heel veel op, dat gaat niet door. Ik heb nog een theater met allemaal voorstellingen die niet doorgaan. Het theater is ook dicht, de galerie is dicht. Ja. De kleinkinderen zien we op grote afstand. Dus dat maakt het allemaal wel anders. Ja. Ja. Maar dan raak je vooral al die schrijnende verhalen. Dat is... Ja. Dat is zeker wat er gebeurt. Ja. Jij gaat je gedicht voordragen. Ja. Nog even je hand vasthouden. Misschien voor het laatst. Of morgen nog een keer. Nog even voelen jouw rimpelige vel. Misschien voor het laatst. Of morgen nog een keer. Wat hebben ze gewerkt, gewoeld ook in de oude aarde, op het land, achter de boerderij. Wat zijn ze lief geweest, gevoeld ook door de kinderen en klein. Zoveel aaien over wangen. Wat hebben we gewandeld, samen hand in hand, over bergen en door diepe dalen, langs de randen van het land. Het was jouw hand die mij vasthield. Het was jouw hand die mij redde toen ik stond vlakbij de rand. Mag ik nog even je hand vasthouden? Misschien voor het laatst of morgen nog één keer. Ja, daar word je dan even stil van. Ja. Dank je wel, Henk. En ik wens je gezondheid toe. En dat mensen anderhalve meter afstand van je houden. En dat dit ook gauw weer overgaat. Ja, dat hopen we samen, Delia. Ja. En ik hoop dat ik je in de toekomst een keer ga zien. Ja, dat kunnen we afspreken. Goed. Henk, dank je wel voor je bijdrage. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Thank you.
dit was een hele originele uitvoering van het nummer Nu Even Niet van Anne Wil Brink samen met The Boys van Tangerine. Ik draag het gedicht voor van Dick Sleuter. Dick Sleuter komt uit Enschede. Anderhalf meter. Het aardige kassameisje en Petrus bij de hemelpoort. Ik bracht ze met elkaar in verband toen mijn buurtbalkje in haar richting schoof. Anderhalf meter winkelwagen. Als zekerheid en een plaatje plexiglas. Om te voorkomen dat het tijd is om eerder dan gedacht te gaan naar een ander bestaan. Door mijn buurtbalkje zag ik het. Ons lot hangt in de treurwilgen en er is een volgende klant in beeld. Katholieken prevelen weer over Petrus, protestanten vrezen de vereffening. Ik kijk naar het aardige kassameisje dat mijn boodschappen laat bliepen. Sta in een veilig vak van plakstrepen. Ze vraagt om met een kaart te betalen. Er is een afrekening gaande. Dick Sleuter uit Enschede. In the morning and the cold.
knoestige haan. Dien rijf, mijn rijf, alles hoe lijft de moest liek hoed ween. Ik tot mijn haan, ik schreef en schreef, woon verraande. Als mijn lief elke nacht het zien rijf, elke nacht het zien tiet. Misschien is aan het gevolg van taande, maar het liefste stil begon elke nacht het zien rijf, elke nacht het zien tiet. Met Rijf. Dit was het eerste uur van het Corona-oor, een poëzie-uitzending over deze andere tijd. Graag tot na het nieuws in het tweede uur van het Corona-oor.
De Wolden Financiële Dienstverlening in Zuidwolde, De Wijk en Ruinen. Groot in schadeverzekeringen, hypotheken en bankzaken. Onze regiobankfilialen vindt u in Ruinen, De Wijk en Zuidwolde. Wij zijn de enige echte bank in gemeente De Wolde waar u zonder afspraak binnen kunt lopen. Geld starten en ophalen. Gewoon vertrouwd aan de balie. Elke dag geopend van 9 tot 4 uur en natuurlijk op afspraak. De Wolden Financiële Dienstverlening. De hypotheekspecialist. Persoonlijk, kundig en voordelig. Kijk op wolden.nl en maak een afspraak. Met de waterontharders van PwC zegt u dag tegen kalk en gaat u glanzend door het leven. Met meer dan 25 jaar ervaring weten wij van PwC waterontharders precies waar we over praten. PwC heeft meerdere eigen modellen waterontharders ontwikkeld. Kwaliteit gegarandeerd tot 25 jaar. Onze specialisten vertellen u graag welk model het beste in uw leven past. PwC maakt zuiver en zacht water mogelijk voor iedereen. Kijk op www.bwcwaterontharders.nl of kom langs in Ruinen. Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur. Dit is het nieuws. Ik ben Edwin van het Geloof. Goedenavond. Momenteel werken ruim 70 wetenschappers aan een coronavaccin. De eerste 3 worden al getest op mensen. Normaal duurt het 15 jaar voordat alle veiligheidstesten zijn doorgevoerd, maar de druk is hoog om zo snel mogelijk te produceren. Door alles op alles te zetten, verwachten de experts binnen 1 tot 2 jaar het vaccin op de markt te brengen. Met name een fabrikant uit Hongkong en 2 uit Amerika maken forse stappen. Opnieuw een kleine daling in het aantal Nederlandse patiënten op de IC. De voorzitter van het landelijke netwerk acute zorg, Ernst Kuipers, heeft dat vanmiddag bekendgemaakt. Momenteel liggen er nu zo'n 1338 patiënten op de intensive care. Gisteren waren dat er nog 1358. Een kleine daling van zo'n 20 patiënten. Door de coronacrisis hebben pakketbezorgers het veel drukker dan normaal. Om aan alle verwachtingen te voldoen willen de bezorgers een hoger tarief voor hun diensten, alleen PostNL ziet hier niets in. Om de werkdruk te verlagen of een hogere vergoeding af te dwingen, stappen ze naar de rechter. Momenteel worden er zo'n 5 miljoen pakketjes bezorgd. Dat aantal is zelfs hoger dan in de drukke decemberperiode. En tot zover het nieuws. Vanavond zal de noordenwind in kracht afnemen. Vannacht is het bewolkt en de temperatuur zakt naar rond het vriespunt. Morgen begint de dag bewolkt en kan er in het westen een buitje vallen. In de middag blijft het bewolkt en wordt het zo'n 8 graden. Alleen in Brabant en Limburg kan het lokaal 11 graden worden. Wij zijn DNO. Elke dag de beste classics, grootste hits en nieuws uit de achtertuin. Is DNO. DNO. Wij zijn DNO. DNO. Welkom bij Het Oor. Het programma met een luisterend oor voor de samenleving. Nou, wie wilt u als eerste hier een reactie op? De zaak politiek, kunst en muziek. Hoewel ik niet vind dat het een achteruitgang is dat je gewoon tijd en energie aan elkaar besteedt als vrouwen in zaken. Het oor luistert anders en is actueel interessant. Maar ik denk dat het ook een droom is die op lange termijn pas uitkomt. Dit is Het Oor met Delia Bremer. Luisteraars, welkom in het corona-oor-uur. In dit uur een speciale uitzending omtrent het thema corona. Er zijn veel initiatieven ontstaan op social media en zo worden ook dichters benaderd om te schrijven over deze tijd. Tijdens deze uitzending draag ik gedichten voor van verschillende dichters en praat ik ook met dichters. De muziek die ik uitgekozen heb is allemaal van de Nederlandse bodem. In dit tweede uur horen wij de gedichten van Thea de Jong, Reinoud Hofstede, Bert Sloots, Yvonne Bijl, Egbert Middelveld en Elle Werners. Mocht je een gedicht over deze periode hebben geschreven, dan mag je die mailen naar info@dnomedia.nl. Ik herhaal, een gedicht, als je dat geschreven hebt over deze periode, dan mag je die mailen naar info@dnomedia.nl. Ik draag het gedicht voor van Thea de Jong uit Friesland. En het heet Lente in 2020. Zorgen spelen tikkertje in mijn hoofd.
Tussen berichten grauw en grijs, knoppen springen, fleurig open, maar ik ben van de wijs. Kan niet onbevangen door dwarrelende bloesem lopen. Moeten we blijven wachten tot alles overdrijft. De donkere wolken, de donderwolken, zwart en zwaar. Maar weet, nu schijnt de lentezon. Eens zal het wijken, het ongrijpbaar gevaar. Thea de Jong met het gedicht Lente in 2020. We gaan luisteren naar Oude Mensen van Arthur Umpgrove. Een stoel bij het raam. Tas met een vlek. Nee, het licht blijft aan. Een schoenlepel, een rek. Een Weense wals. Een boek van Toon. En alles wordt gestolen. En morgen komt mijn zoon. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. Brief. Papier van twee huizen terug. Een bed dat rijden kan. En het gaat niet meer zo vlug. Een kerstkaart van de prins. Een kruis uit het verzet. En den uil was een ramp, maar we hebben het gered. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. Als deze zou alles anders zijn geweest als wij nog samen waren. Een van onze kinderen zou vast uit huis zijn gegaan. Dat is even wennen zeg, zou jij zeggen, als wij nog samen waren.
rusteloos en roekeloos jonge geest. Had begrepen wat ik nu begrijpen kan, dan waren al die tranen voor niets geweest, omdat wij zo samen waren. Maar dat is de rusteloos en roekeloos oude geest die nu verlangt. Als deze van Sandra Koelers. Tijdens deze uitzending draag ik gedichten voor, maar praat ik ook met dichters die hebben geschreven of wel blijven schrijven over deze tijd. En ik praat ook met Yvonne Bijl uit Hoogveen. Yvonne is taalschulte van Hoogveen en columnist van Regio Nieuws Hoogveen. Goedenavond, Yvonne. Hey, Delia. Hallo. Vorige week was je ook in de uitzending. Toen had je een Nederlandstalig lied. Of gedicht, sorry. En, ja. En ik heb je toen gevraagd van... nou, wil je dan volgende week het Drense gedicht verdragen? Nou, en dat wil je. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat wil ik zeker. Nou. Ja, laat me horen dan. Ja, ik zal begonnen. Ja, is goed. Nou, mijn Drentse gedicht dat heet Voorbij de Tiet. En dat heb ik geschreven eigenlijk al een poosje geleden. Al voordat het corona uitbarstte, zeg maar. Maar het is nog wel van toepassing op wat er op dit moment allemaal gebeurt. Nou, heet dus Voorbij de Tiet. Soms riek soms naar huis langs een thuis. En kijk er dan altijd eempjes op ziet. Ik weet dat ik achter de dichte gedien onbekende gezichten zal vinden. De leeft de jaren verdriet en zorg. Ik kreeg de gisten of de dag van morgen. Zittend in een stoel staan noor, wanneer. Min in een gevoel varend, furt vandoor. En ak dan soms zo lang zo'n huis rie. En hoe achter de dichte gedien zie je. Voel ik mij altijd zo bezwoord en schuldig. Waarom heb ik zo'n haast en denk zo ongeduldig? De tiet jacht mij op, ik scheur langs zo'n thuis. Het giet lang zo in, maar ik wil er rap naar huis. Ik heb zoveel te doen, mijn leem wacht op mij. En hier zit achter ongedien, zo ver weg.
maar zo dichtbij. Dat was hem, Delia. Ja, hartstikke mooi. Wat hij er goed in lezen kunt, is eigenlijk dat je ook eenzaamheid achterlaat, hè? Ja, dat je dan, en zoveel mensen hebben dat nou ook. Ze kunnen elkaar niet meer zien. Ze kunnen elkaar niet meer bezoeken. En ja, dat is wat als er nou in deze tijd is. Hè? Voor beide tijd. Ja. Klopt. Ja. Nou. Ja, schrijnende situaties voor heel veel mensen. Ja, dat klopt. We moeten ermee doen. We moeten ermee doen en we moeten hier deur in komen. En het liefst zo gezond mogelijk. Dat is het belangrijkste. Ja, Yvonne Bel Hooyer uit Hogeveen. Dank u wel voor uw bijdrage aan dit programma. En, ook bedankt, Delia. Ja, en blijf gezond. Hè? Zeker, hier ook. Hè? Ja, doe mijn best. Dank je wel. We gaan luisteren naar Chris de Jonge. Met ringt starren. De warmte komt mijn kolenbinnen tegen. De deur slaat in het slot. Tussen de langs snoef ik nog steeds zo'n geroen voort. Zittend op de rand van het bed. Ik wist dat hij is hem gewoon. En dat hij weg ben laat ik mijn trouw. En ik ga terug naar die ander met die handig gezicht. Ik laat u los, laat u alleen gaan. En het regen staren uit een blauwe land. En het regen staren uit een en ja, ik zal opstaan. Met een rij aan de knop en een stilte vannacht giet voorbij. En ja, ik zal opstaan met een rij aan de knop. En morgen begin ik te komen in kolenbinnen tegen. De deur slaat in het slot. Tussen langs snoef ik nog steeds zo'n geroen voort. Maar het regen stalend wat vanzelf in. Vanzelf weer lacht, maar het regent starend wat vanzelf.
Ondernemend en betrokken. Dit is Het Oor met Delia Bremer. Anouk met Kom Terug. Er zijn veel initiatieven ontstaan op social media. Zo ook worden dichters benaderd om te schrijven over deze tijd. Tijdens deze uitzending draag ik gedichten voor van verschillende dichters. En mocht je dan zelf een gedicht over deze periode hebben geschreven, dan mag je deze mailen naar info@dnomedia.nl. Ik draag het gedicht voor van Reinoud Hofstede uit Kerkenveld. Het gedicht heet Dichte deuren. Het is stil op straat, geen mens te zien. Waar is hij gebleven? Ik zocht hem al. Liep hij door de stegen of was hij er al? Ik miste hem al tijden sinds de stal. Hij heeft zich tussen mensen begeven. Heeft hij daar zijn verhalen verteld? Dat hij ooit een koning zou wezen? Heeft het leven hem nu geveld? Waren het de vreemde lieden die hem volgden op zijn pad, die ook stille bij hem zaten en vroegen: Jezus, wie was dat? Nu ben je dood, de hemel scheurt, wie heeft jou nou toch verraden? Wie was het dit keer zijn beurt? Wie behoorde dit keer tot de kwaden? Ik ken de weg van moede gaan. Er zijn er veel die amper staan. Houd elkaar maar even vast in gedachten op de tast. Er zijn er veel die moeten lijden, gebroken door een lange weg. Eenzaamheid is hun geleide en de weg gaat niet meer terug. En we willen het niet weten, want we lachen met elkaar. En de stilte blijft gespleten bij de dichte deuren staan. Reinoud Hofstede uit Kerkenveld. We gaan luisteren naar J.W. Roy. Niemand in de stad. Er is niemand in de stad, al waar verdwaalde toeristen na, is er niemand in de stad. En ik loop de verlaten straten, geschoefeld en een hond op een sukkeldraaf. Hij snuffelt hier en daar langs de gevels af. Ik ken hier geen man, ook al had ik dat nog zo gek gehad. Er is niemand in de stad. Waar dan nou maar heen, de man. Nou maar hier bij mij. Nou mij hier bij mij, hier, dan konden we samen. Er is niemand in de stad. De kastelein spoelt de glazen op. Er is niemand in de stad. Stoel op de tafels. Zwalkt in de zadlap en hij roept was meer rechts. Een jongen en een meisje, maar die zien alleen mekaar. Hij, ik kan niet naar huis, ook al had ik nog zo gek gehad. Er is niemand in de stad. Waar dan nou maar hier
dan komen we samen. We kijken wat we zouden doen, wat we in de stad zouden doen. De straten zijn van jou en men, maar jij bent er nou niet bij. Nou, maar hier bij mij. Nou, maar hier bij mij. Wat een nou, maar hier. Dan komen we samen. Welkom bij Het Oor. Een luisterend oor voor de samenleving, de zaak, politiek, kunst en muziek. Martijn, die heeft er zin aan lente. En dat zien wij buiten ook. En daar hoeven we dus niet zo lang op te wachten, op die heerlijke lente.
Tijdens deze speciale corona-gedichtenuitzending draag ik gedichten voor. Maar ik praat ook met verschillende dichters. En zo praat ik ook met Bert Slootse uit... hij komt uit Schonebeek, maar hij leeft in Gramsbergen. Klopt dat, Bert? Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. Jij hebt een eigen een site, een Facebookpagina. Even epibreren. Ja, klopt. En daar schrijf je allerlei gedichten op over wat je meemaakt en wat je ziet. Nou werd ik door iemand geattendeerd op een gedicht voor mijn uitzending. En het was even een zoektochtje, want er stond je naam niet onder. En uiteindelijk via en verschillende mensen hebben mij geholpen met zoeken. En zijn we toch erachter gekomen dat jij de schrijver bent, Bert Slootse, van het gedicht over de boer en hij ploegde voort. Of ploegt voort. Klopt dat? Ja, hè? Ja, dat klopt. Het is een gedicht wat ik gemaakt heb destijds, het is inmiddels 2 weken geleden... Mm-hmm. Met de bedoeling om de boeren toch wat aandacht te geven, met name in deze coronatijd. Yeah. En wat ik zag gebeuren is dat de supermarkten wel voorlagen met verse groenten elke dag. Mm-hmm. Gezonde spullen. Ik zag op een gegeven moment ook de boeren druk op het land aan het werk. Ik zag op een gegeven moment de kaarten op televisie voorbij komen, de stikstofkaarten of de luchtvervuilingskaarten. En daar bleek toch dat het met name boven de grote rivieren toch redelijk wit en licht en schoon bleek. Yeah. Dus ik dacht van nou, naast alle mensen die heel erg druk zijn in ziekenhuizen en alle deskundigen, alle virologen, vind ik ook wel dat de boeren wat aandacht verdienen. Nou... En die aandacht kun je ze nu ook geven door jouw gedicht voor te lezen. Ja, dat zal ik doen. En de boer, hij ploegt nu voort. In schone lucht, zoals het hoort. Een stikstofprobleem, het is zonneklaar. Vooral niet de schuld van onze boer. Dat blijkt nu maar. Het beleid van de boer heeft niet gefaald. De uitstoot is aanzienlijk gedaald. Dankzij hem, het is te dol, liggen wel de winkels vol. De kritiek, dat is niet fijn, deed de boeren heel veel pijn. Dus als we straks doorgaan met het gewone leven, bedanken we onze boeren dan ook even? Dat was hem. Ja, hartstikke mooi. Ik woon tussen het boerenland en de boeren... En ik zie ze ook flink aan het werk en lange dagen maken. Ja. En wij mogen blij zijn dat wij een land hebben met veel boeren. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. Bert Slootse, jouw site, de Facebookpagina Even Epibreren. Ja. Daar kunnen mensen naartoe. Om meerdere gedichten van jou te lezen. Want jij schrijft niet alleen hierover. Jij schrijft niet dagelijks, maar wel regelmatig een mooi gedicht waar je mee bezig bent. Ja, ik probeer, het lukt me niet iedere keer, maar ik probeer elke dag een gedicht te maken. En die publiceer ik dan meestal ook 's ochtends vroeg. En ik doe het op Facebook en ook deels op Instagram. Oh ja. En het zijn gedichten met humor, serieus. De laatste tijd heeft het natuurlijk nog een link met corona. Ja. Of met het virus. Ik hou van gedichten die wat compact zijn, niet te lang. Ja. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, en dat is heel leuk om te horen. En dat is ook een verarming, denk ik. Hè? Dat je je gedachtes op papier kunt zetten. En op deze manier dus ook nog kunt delen. Ja. Ik krijg heel veel leuke reacties. En dat is mooi meegenomen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Om te delen is het altijd... Dan wordt het meer, hè? Als je deelt, wordt het meer. Ja, klopt. Bert Slootse, dank je wel. En ik wens jou een goede gezondheid. En... dankjewel voor je bijdrage. Ja, jullie ook bedankt. En veel succes met huis. Ja, dankjewel Bert. We gaan luisteren naar Bluff, Aanzoek zonder ringen. Het
het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is, maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast de bed. Het ging sneller dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat een kans slaat. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen. We verwachten niets, maar toch. Wist je waar het uit zou komen? Dat je niets voor lief kan nemen. En dat het vreemder is dan dromen. Ook al gaat het zo vanzelf. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Die me wijzen op jezelf. Ik wacht hier op jou. Ik wacht hier op jou. Dit is een aanzoek zonder meer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Dit is een aanzoek zonder meer. Met aanzoek zonder ringen. Ik draag het gedicht voor van Elle Werners uit Waalwijk. Tezamen ingescheept. Even staat alles stil. Ook de cashière vergeet een moment de producten op de band. So many faces, so many spaces. Het neuriën houdt aan. Een hand veegt boze dromen weg.
De zon legt een sluier over de aanzichtkaarten. Bindend, blauw, golven, strand. Doorschijnend in een bak met ijs. Om op een verdere oever te belanden. Rooskleurig, fijnmazig. Miraculeus garnier. Alsof het zo bedoeld is. Tezamen ingescheept. Elle Werners uit Waalwijk. We gaan luisteren naar Dichtbijen van Marike Schepers. Alles wat bij hebt, is dit laatste recitiet. Dichtbij je, nog dichter. Nog eenmaal wil ik graag je hand in mijn been. Mijn arm stiep om je heen. Ik tel nog gauw tot 10. Dichtbij je, nog dichter. Ik doe mijn ogen toe. Dichtbij je, nog dichter. Dacht. Doelen zijn bereikt,
en alle dromen zijn bedacht. Dat wat ik nu voel, schrijf ik later nog wel op. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel dichter dan gedacht. En ik weet niet wat ik moet, als al mijn dromen zijn volbracht. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel eerder dan gedacht. Dus ik denk dat ik maar droomloos blijf. Vannacht. Ik kan hier gek genoeg. Niet zo gek veel mee. Alles kunnen doen. Het lijkt zo'n goed idee. Dat wat ik nu moet, zoek ik later nog wel uit. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel dichter dan gedacht. En ik weet niet wat ik moet, als al mijn dromen zijn volbracht. Ik ben bij mijn dromen, veel eerder dan gedacht. Dus ik denk dat ik maar droomloos blijf. Vannacht. Toch denk ik dat ik altijd mijn dromen dromen zal. Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal. Ik denk dat ik dus altijd mijn dromen dromen ga. Overal ideeën en gedachten achterna. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel dichter dan gedacht. En ik weet niet wat ik moet, als al mijn dromen zijn volbracht. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel eerder dan gedacht. Dus ik denk dat ik maar nieuwe dromen maak. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel dichter dan gedacht. En ik weet nu wat ik moet, als al mijn dromen zijn volbracht. Ik ben dichter bij mijn dromen, veel eerder dan gedacht. Dus ik denk dat ik maar nieuwe dromen maak. Nieuwe dromen maak. Nieuwe dromen maak. Droomloos van Jason Staal en Siep van der Ploeg. Tijdens deze speciale corona-gedichtenuitzending draag ik gedichten voor van verschillende dichters. En zo ook het gedicht van Egbert Middelveld uit Westerveld. 63 Balans. Er is te veel. Dan is er ook tekort, waardoor te veel verward. Daardoor, even opnieuw, 63, balans. Er is te veel, dan is er ook tekort. Waardoor te veel verwordt, tot tekort. Het tekort herwint zijn deel en wordt op die manier te veel. Het plussen en minnen in waarde is kenmerkend voor leven op aarde. Dan rest mijn vraag, hoe verloopt de mensenplaag? Wij zijn met zoveel te veel. Hoe herpakt de aarde zijn deel? Gedicht geschreven door Egbert Middelveld uit Westerveld. We gaan luisteren naar hele aardige jongens. Zij zingen over een vrouw voor het raam. En roosjes. Ze zit al uren voor het raam, staart naar de kinderen op het plein. Het azelt tussen dag en donker, wind speelt zacht uit het gordijn. Een stapel kranten in de gang, de post al tijden niet geopend. De deur driedubbel in het slot, maar toch is zij nu niet meer bang. Ze zit
al dagen voor het raam. Er hangt een zwijgen in de lucht. De mensen lopen snel voorbij en komen op geen stap terug. Naast haar staat het portret van een man uit de tijd toen hier nog stemmen klonken, soms een lach, soms een kreet van genot. Haar televisie sneeuwt en ruist. Weer komt de zon en gaat ze onder. De kat rent razend door het huis, waanzinnig van de dorst en honger. Zo zit ze weken voor het raam. Er wordt gefluisterd bij de buren. Ze blijven nu in groepjes staan. Een vreemde geur kruipt door de muren. Niemand kent haar verhaal. Wie ze was en hoe mooi, hoe ze kuste, graag en gretig, met een lach of een kreet van genot. Voor het raam door de aardige jongens. We zijn aan het eind gekomen van het Corona-oor. Een poëzie-uitzending, gedichten-uitzending over deze andere tijd. Het oor is terug te luisteren via de site wijzijndno.nl en via onze Facebookpagina DNO-radio. En check ook vooral onze podcast. Wij zijn dno.nl/podcasts. Volgende week opnieuw 2 uur het corona-oor. Gedichten kun je dus mailen over deze periode naar info@dnomedia.nl. Graag tot een volgende week in het corona-ooruur. De politicus zegt dat zijn boodschap niet overkomt. Heb je hem door? We hebben hem door. De commissaris zegt dat hij het niet geweten heeft. Heb je hem door? We hebben hem door. Want waar macht is, is machtsmisbruik. En waar rook is, is vuur. Zelfs een kind heeft dat in de gaten. Nu de wereld in de war is. En er geen enkel systeem is. Waar je oprecht in kunt geloven. Wat verbergt de president onder die glimlach? Heb je hem door? We hebben hem door. De regering heeft het altijd over het landsbelang. We hebben ze door. We hebben ze door. Want
waar macht is, is machtsmisbruik. En waar rook is, is vuur. Zelfs een kind heeft dat in de gaten. Nu de wereld in de war is en er geen enkel systeem is waar je met goed fatsoen in kunt geloven. Dus als zegt dat de wereld in de war is, het is erg waarschijnlijk dat u ooit wel eens op een stoel van ons heeft gezeten. Welkom bij VEPA. Wij maken bureaus en kasten op maat. Je komt ons tegen in kantoren, ziekenhuizen, maar ook bejaardencentra. VEPA, de grootste kantoormeubelfabrikant van Nederland. Bij ons worden stoelen, tafels, bureaus efficiënt en duurzaam gefabriceerd. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan.